Deze nieuwsuitzending. Ik moet even een boertje laten. Geef die boer een stoel. Deze nieuwsuitzending gaat over positief CO2-beleid. Je hebt momenteel dan het CO2-beleid wat erop neerkomt dat wij een oneindige hoeveelheid geld gaan betalen aan het bestrijden van een te hoge CO2-concentratie in de atmosfeer. Want dat is heel gevaarlijk en anders gaan we allemaal dood. Ik zei het netjes. Waar ken ik dat verhaal ook alweer van? Want als je niet betaalt, dan ga je dood. Nee, en ik bedoel niet de maffia. Nee, ik bedoel die organisatie die er eerst was toen de maffia vuurhoren ging maken. Want ik heb hier het boek in huis, hè? Dat heet Mannen van Eer of zo. Dat mag je van me overnemen voor €67,50. Maar dan wel afhalen in Café de Wacht en ik krijg ook een jenever van je. Mannen van Eer, ja dat is het. Mannen van Eer. Over de maffia. En het ontstaan ervan. Dat is wel interessant. Nou, en wat is het dan? Ja, dat is de katholieke kerk. Die kardinaal dit, bisschopje dat. Priestertje zus, lalala zo. Een hele goede business van de maffia was om reliquieën te maken. Die maffia, die waren helemaal geen aardige mensen. Die pesten dan dorpsbewoners af en die produceerden dan rotzooi voor een habbekrats. En die maffiabazen, die verkochten die rotzooi waar ze een habbekrats voor betaald hadden. Die verkochten ze voor 10 keer habbekraats aan de kerk. En de kerk die deed er nog een keertje een factor 3 bovenop. Want als het niet duur is, is het niet echt. Ja, die katholieken die weten heel veel van prijselasticiteit. En ik namelijk ook. Dat is ook een leuk verhaal. En toch, ik dwaal een beetje af om over Donald Trump. Over prijselasticiteit. Nou, Donald Trump die was toen een of ander consortium. Ja. En dan hadden ze hotels. De Trump Tower of zo, ja, dat soort dingen. Dure hotels. En wat was er nou? Er was een soort van economische crisis. 2008, 2009 of zo. En de bezetting van de kamers, die was aan het dalen. Wat moet je dan doen, hè? Wat denk jij? Ik geef je even 20 seconden. Ik zal je een beetje op weg helpen. Je verkoopt een product en dat is een slaapplaats met een douche en een toilet, een keukenblokje, zoiets, hè? Dat is het enige wat je nodig hebt om ergens te kunnen slapen. En een bed natuurlijk, een matras, een deken. Ja, wat zou dat mogen kosten? Dat het toilet gedeeld is, dat maakt geen donder uit. Hè? Niet met 30 mensen, maar ja, een gedeeld toilet, dat kan ook. Ja.
En een douche, ja, dat kan je ook delen. Maar het is natuurlijk fijn als je je eigen douche hebt en je eigen toilet. Maar een keuken, ja, die kan je makkelijk delen. En zelfs is dat gezellig. Dus, ja. Ik ga het afronden. Hoor. Ik heb uitgeweid over Donald Trump en prijselasticiteit. Het product wat de Trump Corporation op het hotelwezen dan zit nog overal en andere dingen neem ik ook aan. Maar dat product dat kost niks. Het is zo goed als gratis. Dan praat je over tientjes. Per dag. Wat het voor jou aan kosten meebrengt. Als producent. Nou, en waarom willen mensen dan misschien wel het honderdvoudige betalen voor een overnachting in een hotelkamer van Donald Trump? Waarom zouden ze dat doen? Ja, ja, TikTok, gaat de klok. Nou, het antwoord van Trump was, die zei tegen zijn managers, jongens, de prijzen omhoog. En dat werkte. Een hele goede move van meneer Trump. Ja, je moet een lef hebben. Maar Donald Trump is ook een paar keer failliet gegaan, hoor. Maar de vraag hoe hij er financieel voor staat. In het echt. Met allemaal afspraken gemaakt en vriendjes met de pauze. Iedereen maar geloven dat het katholicisme dood is. Hey, die kerken stromen leeg. Maar het ging die katholieken nooit om het verenigen van mensen. Nee, man. Die katholieken in die dagen, dan hadden ze zo'n fijn instituut. Hoe kan je het verzinnen, by the way, hoor? Dat moet ik die katholieken nageven. Die lui, die zijn niet gek. En het begon als volgt. In het Nieuwe Testament staat, als gebod, ergens in Matthäus, Marcus, ik weet het niet meer. Maar daar staat, je moet dat wat je fout hebt gedaan, moet je eerlijk zeggen tegen een ander. Ook al, je hebt iets fout gedaan, hè? En een ander, die glijdt vervolgens uit. Of dreigt uit te glijden. En dan moet je wel uitspreken. En zeggen, oh, maar dat was mijn fout. Over je fouten moet je eerlijk zijn. Gewoon zeggen, ja, dat is mijn fout. En dan kunnen mensen heel emotioneel van worden. Van, ja, dan heb je nou fouten gemaakt. Waarom maak je fouten? Dan moet je gewoon denken, flikker op. Ik zeg toch, dat was mijn fout. Dus ja. En mag ik mijn eigen fouten alsjeblieft repareren? Anders word ik net gelijk een baby. Die hangt aan de tiet van de moeder. Wat die katholieken gedaan hebben, die Babyloniërs, dat zijn ze, die hebben specifiek dat vers gebruikt en tegen die priesters gezegd dat iedereen zonden moet opbiechten. Maar dat klopt niet. Er staat niet over het opbiechten van zonden. Nee, er staat over het opbiechten van fouten.
En wat gaan we dan doen? Nou, dan gaan we in een hokje zitten met een of ander raar rastertje ertussen, zodat je zogenaamd anoniem bent. En dan mag jij gaan vertellen wat je gezondigd hebt. En dan die biecht, die was dan geheim, hè? Dat was alleen tussen jou en die priester. Ja, ja, natuurlijk, Jan. Ja, die katholieken zijn te vertrouwen. Ja, het was een afluisterdienst. Het was dé manier om erachter te komen wat er speelde in het volk. Er moest een patroon worden opgesteld, in kaart worden gebracht. Weet ik. Ja, dat zijn die katholieken geweest. Heel knap. Maar die kerken, die, ja, die zijn leeggestroomd. Maar dat maakt die katholieken niet uit. Ze hebben nu Facebook en YouTube en de NSA en de CIA en de Secret Service en nog meer. En we nog de KGB. En, in Nederland heb je dan de AIVD of zo. Dan heb je nog de militaire inlichtingendienst. En de al die inlichtingendiensten. Ja, ze kunnen alles afluisteren. Maar wie moeten ze afluisteren? Wat is er aan de hand? Maakt niet zo uit. Een groot probleem is van die katholieken is dat ze zich verborgen moeten houden. Want al die tijd, want we zijn in Brabant, ik ben 10 jaar lang kwam ik op de beide verjaardagen van mijn schoonouders. En met kerstlok. En ik vond ook even door het jaar heen met Pasen of zo. Heel aardige mensen. Mijn schoonvader die dronk jenever. En die rookte Caballero sigaretten. En zware shag. Nee, ik rookte in die tijd rookte ik drum. Nou, vond hij ook. En dan bood hij me af en toe een Caballero aan. Zo, oeh, is wel erg lekker. Een hele lekkere sigaret, maar een beetje duur. Maar hij had een goed pensioen. En die waren katholiek. Ja. Heilige Maria, moeder van God, bid ze, blablabla. Ja, dat deden ze. Maar ze gingen niet meer zo vaak naar de kerk. Vroeger wel. Want er was er een keer een, was ik maar met kerstmis of zo. Toen ben ik meegeweest naar een mis. Dus ik heb het meegemaakt. Dit is het lichaam van Christus. Hoc est corpus Christi. Dit is het lichaam van Christus. Ja, ik heb het 1 keer gedaan. En voor die tijd niet uit principe. Niet. Maar uit principe, omdat ik die familie zo ontzettend aardig vond. Ik denk, nou, tegen jullie ga ik niet lullig lopen doen. Maar eerder heb ik het wel geweigerd. Die relatie is ook op de klippen gelopen. Misschien wel daarom. Want ik ga geen Jezuskoekje eten. Het is een foute interpretatie van het verhaal van het laatste avondmaal. Het is heel erg kinderachtig, des te meer ik erover nadenk, hè, wat dat voorstelt. Een eucharistie, zo'n mis met
Het is een hostie. Dit is het lichaam van Christus. Het is belachelijk. Het verhaal is dat Christus, die is door de mand gevallen. Die kwam tot inzicht. En hij stond los van ons. En hij zag wie hij was. Namelijk brood en wijn. Dat was hij toen hij dat inzag. Brood en ja, rode wijn. Vlees en bloed. Maar je vlees en je bloed, dat ben jij niet. Dat is een hele diepe. Als je daar, wat moet je dan doen? Ik zou gaan voor drugs erbij. Dus het is alleen voor boven de 13. Niet te vroeg beginnen met drugs. grapje. Ja, vanaf 14 jaar of zo, ja, dan moet ik. En dan kinderdrugs. Paddenstoelen bijvoorbeeld. Paddenstoelen met rooibos thee. Zorg ervoor dat die thee, die moet 60, 70 graden zijn. Die paddenstoelen helemaal kram, heel fijn snijden. Niet in je vingers snijden. Belangrijk is, als je rechtshandig bent, in je rechterhand heb je een mes. En je linkerhand, daar maak je een vuistje van. Een klein vuistje. Niet die vingertoppen vooruit, snap je? Altijd dan, dat je er altijd langs snijdt. En niet die vingertoppen vooruit, dat gaat je blessuren, jongen. En dan moet je die paddenstoeltjes heel klein maken. Echt kruimelen. Scherpnis. En die kukkel je in die thee van, zullen we zeggen, ja, tegen de 70 graden aan. Maar zeker niet hoog. Maar 60 graden denk ik ook goed genoeg. 65. En dan ga je even controleren wat ik heb gezegd over het laatste avondmaal. Dan weet je precies wie de katholieken zijn. Wat ze doen is, ze spelen scènes uit het boek, ons boek. Die gaan ze naspelen in een jurk met een muts op hun hoofd. Iedere misviering is een belediging van het boek, van de inhoud van het boek. Elke viering van een mis, ook al ben ik bij de Pinkstergemeente geweest en daar deden ze het één keer per jaar. En de volwassenen kregen ook een slokje wijn. We kregen allemaal, weet ik, een stukje brood of zo. Iemand had stokbrood gehaald. Bij bakker Bart. En de gemeente dronk wijn. Dat wel. In die dagen dan. Maar dan nog vind ik het overdreven. Het slaat nergens. Hetzelfde geldt voor het vieren van Kerstmis. Een regelrechte belediging van de inhoud van het boek.
Genoeg gezegd over katholicisme. Maar wat katholieken doen is... ze jagen ons angst aan en leggen ons verplichte feestmomenten op. En je mag feesten dan, en je mag feesten dan, en je mag feesten dan, en even ook dat feest, en dan moet je je bek houden. En voor de rest worden wij bestookt met angstaanjagende berichten over griepepidemieën, polio-epidemieën. En dan de laatste mode is dat ze het hebben over de verandering van het klimaat in relatie tot de concentratie van koolstofdioxide in de atmosfeer. Zucht. En jullie geloven dat allemaal. Dat is heel erg. Voor jullie. Want waar heb je het over? Hey, al die mensen die zeggen, ja, de aarde is een pizza. Zo. Waarbij je niet over de rand kan, want net als in een gewone pizza, dan heb je echt, dan kan toch echt niet die gesmolten kaas en die tomatenmeuken. Dat gaat echt niet over de rand heen hoor. Nee, dat blijft netjes binnen de rand. En die rand, die heet de Zuidpool. Ja, die mensen die moeten heel erg nodig aan de Siankali-kuur. Ja, heel voorzichtig begint met Siankali, dat is heel homeopathisch. Heel erg verdund. Kan je een beetje wennen aan de Siankali. Maar de aarde is een bol. Er zijn twee dingen waar ik me aan erger op het internet. Dat zijn van die filmpjes van allemaal van die bewegende camera's. Wow, de marsmannetjes gaan landen. Oh, boe, boe, boe. De aarde is plat. Ja, gaat er weer. En heb je over die mensen die gaan dan de platte aardelui weer leggen. Op een manier dat ik denk van... ah, nee, maar dat kost me ook even mijn CO2, hoor. Kijk, het is heel simpel. Je hebt de Poolster. En die kan je alleen maar zien... ten noorden van de Evenaar. Ja. En de nou niet meer. Nee. En onder de Evenaar... dan moet je navigeren op het Zuiderkruis. Net zo makkelijk, hoor. Weet je, de rekentabellen omdraaien en dan de kapitein heeft zijn kompas en een hele keer een zonnetje schieten. Weet je, dat ik precies weet hoe laat het is. En hoe laat is het? En dan schiet je de zon met een sextant. Nee, dat is geen vies woord. Dat is namelijk S-E-X-tant. Een sextant. Al die gegevens geef je door aan de stuurman. Die zegt, oké, kapitein. Ja, dat kan je alleen maar verklaren als de aarde een bol is. Nou, en het tweede wat je weet is dat rond de aarde er zit een atmosfeer. De maan heeft daar geen last van. Het heeft te maken met de massa van de aarde en dat de aarde een ander object is dan de maan. De aarde is ook heel anders dan Mars. Of Venus. Het is een heel ander ding. Heel toevallig is het de derde planeet. Dan denk je gelijk aan de 3-eenheid. Maar dat zal allemaal wel kloppen. Ik denk dan wel dat er een inzicht komt van de mens over de aard van ons zonnestelsel. He, want onze zon is geen ster. Alpha Centaurus, dat is een ster. Maar onze zon is geen ster. Nee,
onze zon. Het is een zon. Het is een heel bewegelijk object. Het is als het ware een moeder met 9 kinderen. Acht beschermers en het kind. Ja, hou er even rekening mee dat zaken zo diep kunnen zijn. Maar alles begint met de ervaring, het besef van de werkelijkheid. Nou, de aarde, dat is wel materie. Maar anders dan op de maan, en anders dan op Mars, en anders dan op Saturnus, hebben wij hier een relatief hoge, grote hoeveelheid koolstof. En het volledige atoomnummer van koolstof is 666. Ja, dat je het even weet. Oh nee, nu val je van je CO2-stoel. Oh, 666, it's the devil, it's the devil, it's the devil. Ja, zeker. Zo gaan die dingen. Niet in paniek raken. Niks aan de hand. Krijg je een mailtje. Oh, nou zeg. Wat is dit er weer van bangmakerij? Ja, de katholieke kerk weer, hoor. Van de koninklijke post Nederland. En als het onderwerp is, in jouw gebied wordt analoge tv stopgezet. Ze weten ook helemaal niks van mij, hè? Ik kijk helemaal geen tv. We worden echt door de kinderen pausjes van. En van tv dan, hè? Ilk. Ik kan er niet meer tegen. Ja, even nog even. Ik ga over CO2 en het positieve. Maar je moet het hebben over die pauzelijke toestanden en die bangmakerij. Maar dan zie je al die zogenaamd lekkere wijven op tv. En inmiddels ben ik erachter van ja, het is niet alles goud wat er blinkt. Je zal dan maar mee je woning moeten delen. Dan ben je lekker de lul. Een grote waffel in huis. Ik heb er ook nog eentje klaarstaan over het Koran en het slaan. Waar komt dat vandaan? Maar we worden bang gemaakt met die CO2 en het enige waar ze mee komen is dat ze geld willen hebben. Want wat zijn die maatregelen dan? Dan zeg je, ja, dan gaan we allemaal elektrisch rijden. Ja, maar waar komt die elektriciteit vandaan? Van de maan? De enige manier om... omdat we hier die koolstof hebben... Wat we kunnen doen met die koolstof, die kunnen wij in de hens steken. En dan verbrandt het. En dan wordt het koolstofdioxide. Als je het onvolledig verbrandt, dan krijg je koolstofmonoxide. En dat is erg giftig. Maar een goede brandstof voor een motor. Zo had je vroeger auto's en die reden op hout. Die reden niet hard. Zo. Maar dan moest je hout aansteken. En dan werd onvolledig verbrand. En dan komt er koolmonoxide uit. En dat gaat een motor in. Nou, je moet even uitzoeken hoe het werkt. Van die kleppen en zo. En dan een vonkje erbij. Ik moet hem even opstarten. En dan gaat hij lopen. Dus dat hout, dat verbrandt onvolledig
De koolmonoxide, ja, dat is hartstikke giftig, maar dat loopt gewoon een pijpje. Dus er komt direct de motor in. En daar worden dan tot CO2 gemaakt. En dan boem, en dan krijg je een bak energie, jongen. Niet zo heel veel, maar relatief gesproken. Dan kan je een karretje op laten rijden. Dat kan je op internet vinden. Hoe die apparaten eruit zagen. 19e eeuw in Amerika. Want de fotografie was. De fotografie was er. Het is ook vrij simpel. Nou, als je dan koolstof verbrandt, dan krijg je CO2. En het aardige is van God dat hij ook heeft gezorgd voor planten. Dat was al voordat wij kwamen. Dus hij heeft eerst gezorgd voor planten. En wat planten deden, en wat ze doen nog steeds, dat verandert ook nooit meer. Die zetten CO2 om in koolhydraat. Die zuurstof, die wordt er afgehaald. Dat is tot nu toe niet door de mens gedaan. Wij kunnen dat trucje niet. Anders zouden we het wel doen. Maar wij kunnen geen machine maken die CO2 omzet in koolhydraten. Dat kan niet. Ja, tot nu toe niet. Hè. Ik heb het niet in de krant gelezen. Wat je wel hebt, dat zijn algenboerderijen. Gaan ze zonlicht omzetten met algen. Dan krijg je heel veel algen. En dan heb je altijd organisch materiaal. En dan kan je er weer gaan verbranden. Nee. Maar dat is vals spelen. Dat is gebruik maken van planten. Dus wij kunnen het niet zelf. Daar hebben wij planten voor nodig. Tot nu toe. En ik denk de komende 10 jaar ook nog wel. Wij mensen, wij maken gebruik van die koolstofcyclus. Doordat wij de vruchten van die planten en struiken en bomen. Alle plantaardigen, dat heeft vruchten. Die zijn lekker. Sommige giftig. Maar noten. Zo. En als jij een noot eet. Ja, dat was CO2. Het is koolstofdioxide geabsorbeerd door noot komt van een boom, neem ik aan. En een pinda, dat is een struik, denk ik. Hè? Maar die struik heeft het zonlicht geabsorbeerd. Dat heeft het nodig. Dus zo'n struik absorbeert zonlicht en die pakt het rode spectrum en het blauwe spectrum. En omdat er maar 3 kleuren zijn, namelijk rood, groen en blauw. RGB, kun je alle kleuren mee maken. Dat is een palet. Ja, daarom zijn planten groen. Want ze pakken de onderkant van het spectrum. Dus de warmte, die pakken ze. En dat hoog energetische, dat blauwe, dat pakken ze ook. En de hele middenstuk, laat maar zitten. Daarom zijn planten groen. Dat is chlorofiel. Ja, hoe het allemaal precies werkt, dat is heel ingewikkeld. By the way. Erg mooi om te bestuderen hoe chlorofiel werkt. De chemische formule is CO2 plus zonlicht...
en een pijltje en daarboven staat een chlorofielbewerking. En dan achter het pijltje staat voedsel. Dus CO2 plus zonlicht. En dan moet je chlorofiel hebben. En dan krijg je voedsel. Dus chlorofiel is een voedselfabriek. Eenvoudige biologie gebaseerd op scheikunde. En dat circuleert. En wat wij momenteel hebben is een hogere CO2-concentratie dan aan het einde van de 19e eeuw. En toen zijn ze begonnen met het meten van de CO2-concentratie in de atmosfeer. En dat is niet eens zo makkelijk, want die is heel laag. 80% ongeveer is stikstof, N2. Dat wordt ook geabsorbeerd door planten, by the way. En planten absorberen ook zuurstof, by the way. 'S Nachts doen ze dat. En dan overdag een plant produceert netto meer zuurstof dan het consumeert. Maar 's nachts consumeren ze zuurstof. Ieder ziet. Hou ze in de gaten hoor, die planten. Nou, dan wordt het, de verhoging van de CO2-concentratie, dat wordt geweten aan de toename van de industriële activiteit in autorijen en fabrieken met schoorstenen, zeg maar. Ja, dat kan. Wat ik ook weet is dat toen wij op de vlucht gingen voor de paus, toen hebben wij de hele wildgroei van Noord-Amerika, ja, behalve de woestijnen, die hebben we met rust gelaten. En voor de rest hebben we overal, hebben wij dat koolstof, chop, 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 chop. Ja, dat hebben wij gedaan. En een mooi asfalt eroverheen gelegd. Route 66. En hier in Nederland precies hetzelfde. Want Nederland was vroeger, ja, er liepen beren in de rondte. Was wildgroei hier. Ja, die wildgroei is weg. En iedereen heeft een zo'n onderhoudsvrije tuin. Ja. Kijk, en hoeveel het koolstof hier op deze aarde, die lijkt mij, dat is een bepaalde, ik zou je moeten uitrekenen hoeveel kilo dat is. Dat is zoveel. En wij, als je kijkt naar de aarde, dan is die hartstikke kaal. Ja, overal zitten we maar die bomen te slopen. En dan ben ik daar op zich niet op tegen. Opruimen van oude dingen, dat biedt ruimte voor nieuwe dingen. Een goede vriend van mij, die zegent bomen. Die gaat met zijn extra warme jagerskledij en een spuitbus met witte kalk. Dan gaat hij de bossen in en dan zegt hij, oké, die is gezegend, kruis erop. En die zegent bomen. Blessen heet dat. Nou, kill them all, trouwens.
Zo'n oude boom die alleen maar weer al verzuurd en weer. Ga maar weg, man. Huppakee, wacht ermee. En dan krijg je weer een nieuw boomtje voor terug. En hij doet dan bosbeheer ook. En over die CO2-concentratie in de atmosfeer. De enige manier om dat omlaag te brengen, op een positieve manier, daar heb ik het over, positief over CO2. De enige positieve manier is om meer groen te maken. Overal. We stoppen met maaien. En laat me groeien. Al de zuinige gedoe. En laat het lekker groeien. Overal. Kies een locatie voor een boom. Voor de vogeltjes. Zo. Maar doe het wel met beleid. En in zo'n buurt als de Spijkerbuurt. Daar kan veel meer groen. Maar een paar eikels, die hebben daar een stelletje bomen neergezet. En die vangen al het licht weg. Ja. Dan kan er eronder niks meer groeien. En die bomen moeten eruit. Door let the sunshine in. En waar ik dan woonde, die mensen die dan, die hebben twee of drie van die sparren. Die hele hoge jongens. Dat is best mooi hout. Als je dat met beleid naar beneden brengt. Dan heb je takjes voor de barbecue. En het merendeel van de koolstof, ja, daar maak je een bankje van. Voor de kinderen. Dat vind ik positief. Als je zo nadenkt over je CO2-beleid. Dan moet je het alleen maar hebben over het vermeerderen van groen. Zoveel mogelijk groen. En dan liefst groen. Met eetbare producten. Maar alles groen. Pergola's met druiventakken. Alles groen. Daktuinen. Laat het maar groen worden. En ga je verdiepen in iemand, Lucas Pacey. Die kan je wel vinden op Facebook. Die weet veel van biodynamische landbouw. Heet het anders. Zo'n multiculturele landbouw. Die kan je er veel over vertellen. Je kan heel veel doen. Ik was met Lucas. Was in de herfst. En we gingen paddenstoelen rapen. En dat mag niet. En Lucas legde me uit dat dat gebied, dat verzuurd was. Ja, daar moet je wat aan doen. Dan moeten bomen, er zijn. Een hele hoop, denk ik.
daar niks van. Humus moet erin. Dat verzuurde grond. Hè. Daar heb je plantjes voor, hoor. Die maken, oh, ik denk wel iets met klaver. Als je verzuurde grond hebt en een klaver erbij. Nee, ik denk het wel. Ik denk dat het lukt. Ja. Wij moeten ons bewuster worden van dat groen. Ik zou ook willen voorstellen dat iedereen zijn balkon of zijn tuin of whatever volzetten met groen. En niet alleen maar begonia's en pecunia's en hortensia's. Dat is ook leuk. Ja. Een vlinderbloem, die is ook leuk. Maar ook vlier. Ja. Vlier is een plant en het heeft niet. Maar dan moet je even overleg hebben met een groenexpert. En dan heb je de tuin vol met vlieren. Dat is leuk hoor. Als de lente komt, dan komen die bloemetjes. En die kinderen moeten al die bloemetjes van de vlieren moeten geplukt worden. En die moeten in een grote zak. En dan maakt mama, die maakt daar limonade van. En de spijkerbuurt in Arnhem, hè? Het is een heel mooi stukje van Arnhem. Ik heb gewoond in het onderste deel van de woning. En die was als je van buiten kijkt, van de voorkant kijkt, aan de linkerkant van de woning van de architect. De architect die heeft die rechte woning bij elkaar getekend. En inderdaad, die woning is iets groter dan dat stuk waarin ik dan met mijn gezin de onderkant had. Het is een monumentaal pand. De Brusselse huizen. Mooie buurt. En hebben ze daar van die verkeersdrempels. Het gescheur van de auto's tegen te houden. En voor de rest staat de straat helemaal vol met auto's. Dat vind ik belachelijk. Er is daar een parkeerprobleem. En dat kan ook niet anders, omdat ze hebben van die hoge huizen daar in die buurt. En er wonen dan 5 stellen of zo. Maar allebei een auto. Ja, heb je 10 auto's. En die staan dan elke dag voor de deur. Ja, mijn auto, die staat bij Wim Kruidentuin. Of bij Martin. Maar dan moet ik 2 kilometer lopen en dan heb ik een auto. Mijn auto hoeft niet voor mijn deur te staan. Dat is voor mij niet nodig. Maar stel wel. Stel dat ik iedere dag ik heb een vaste baan ergens. Ja. En ik woon in Arnhem. Waar ik nu woon. Hè? Maar dan zou ik een parkeerterrein willen hebben richting de A15. En een parkeerterrein richting de A12. En misschien een. Ja, dat je wat keuzemogelijkheden hebt. Dan parkeer je hem daar.
En dan een openbaar vervoer ding. Een stapje in, wou niet bliep bliep. Nee, je hebt je auto geparkeerd en dan stap je in die bus. En die breng je naar het centrum. En klaar, dan moet je een stukje lopen. En als je spullen bij je hebt, ja, dat is wat anders. Dan rij je met je auto, rij je naar het centrum binnen en zo. En dan eventueel, als die auto weer leeg is van die spullen, dan rij je hem terug naar het parkeerterrein. En, en die trolleys moeten lekker doorrijden. Wordt betaald door de gemeente. Dat is onze gemeentebelasting. Al die auto's weg uit de Spijkerburg. Allemaal. En dan gaan we de stoeptegels eruit halen. En volzetten met planten. Op de daken aarde storten. En saai maar wat. Of ja. En haal er een bioloog bij. Laat het maar groeien. Dan komen de vogeltjes. Dat is leuk, man. En vleermuizen. Als je een tuin hebt met muggen. De vleermuizen, die vinden dat lekker, joh. Van die beestjes. Ik ben bereid om zo ver te gaan. Hè? Het communistisch regime. Dat mensen die een balkon hebben op het zuiden. En daar niks mee doen. Dat balkon wordt ingenomen door de commune. Als het niet goedschiks kan. Dan maar kwaadschiks. Je balkon wordt gewoon afgepikt. Wij gebruiken daarvoor de strategie en die heet de volwassen vrouw. Oude vrouw. En die belt aan en die zegt: meneer, mag ik uw balkon even zien? En dan gaat ze alles opmeten. Kijk hoe breed het is. Hè? Of ze weten het al, omdat het dezelfde flatgebouw is. Maar even kijken. En dan zegt ze tegen die man van: nou, €30 per maand. En dat krijgt zo iemand dan, hè? Of hij slaat het aanbod af. En, ja. Dan komt de oude opa even langs. Ja, communisme heeft heel veel te maken met hardvochtigheid. Want doorrammen. Ieder balkon in Nederland moet vol. Met planten. Vol met groen. Al die verkeersdrempels, haal er maar uit. Al die kinderspeelplaatsen, afbreken. Alleen maar tegels. Dat moet allemaal groen worden. Er moet een snoeibeleid komen. Je moet goed snoeien.
Want als je niet goed snoeit, dan is er niks meer dat groeit. Snoeien, feesten, CO2 produceren en heel Arnhem absorbeert tijdens de zomer allemaal CO2 en tijdens de winter fikken we alles weer op en tijdens de zomer allemaal CO2. Dat is de bedoeling. Dan daalt de CO2-concentratie in de atmosfeer, namelijk. De enige manier om CO2-concentratie in de atmosfeer te bestrijden is het stoppen van een zaad in een pot met grond. De enige manier. De andere manier is dat je stopt met ademhalen. De auto rijden. Verwarming aanzetten. Ja. Hey, positief blijven denken. Martin, de mede-eigenaar van de Clio. De mede niet-officiële eigenaar. Want Wim Kruidentuin is de officiële eigenaar. En maar Wim Kruidentuin is een aardige kerel. En Martin is hartstikke bang, hè, voor CO2. En, we gaan allemaal dood. Crying wolf. Het slaat helemaal nergens op. De aarde was vroeger veel groener dan nu. En die koolstof, ja, waar is die gebleven? Wat denk je nou zelf? Nou, die zit in de atmosfeer. Als koolstofdioxide. Nou, als je dat terug wil hebben op aarde. Nou, wat was het ook alweer? Vroeger was de aarde groener dan nu. En nu hebben we heel veel CO2. Even kinderlogica. Wij moeten meer groen. Dat is het. En dan moet je niet groen gaan stemmen of zo. Nee. Als jij meer groen gaat doen, dan doe jij een zaad in een pot met aarde en dat laat je groeien. Als je kinderen zeggen, oh mama, wat een hoge plant is dat geworden. En wat is dat daarvoor? En dan zeg je tegen je kinderen, nou, dat is CO2-opslag. Want mama bekommert zich om het milieu. Kijk, dan ben je een beetje positiever over CO2, snap je? Laat CO2 voor je werken. Plant een zaad. Ja, als wij maar blijven beweren dat we van dat soort dingen verstoken zijn. Ja, nee, Berry, wat je nou zegt, want dat vind ik toch opmerkelijk, hoor. Jij zegt dus CO2 en dan moet je de zonlicht bij hebben en een werkzaam bestanddeel en dat is dan chlorofiel, de plant, zeg jij, hè? En dan krijg je voedsel. En ik vind minder CO2. Ja, dat leidt tot minder voedsel. Lijkt mij. En dan moet ik ook zeggen dat het voedselaanbod hier in Arnhem doet. Jezus me Christus, man. Je gaat bijna liever kranten eten. Trouwens, De Kranteneter is een erg leuk essay. Geschreven door. Een hele chagrijnige schrijver.
Maar wel leuk. Ik zou het nog een keer moeten voorlezen. Ik heb het hier in huis, ergens. Het is een leuk boekje. Maar terug naar die CO2. Er is met CO2 niks aan de hand. En met die zure regen was er ook niks aan de hand. En met het gat in de ozonlaag was er ook niks aan de hand. Nou, naar Mars zijn we helemaal nooit gegaan. Ik zou ook niet weten waarom. Nou, de maan gaan, dat konden we toen, maar nu niet meer. Die technologie zijn we kwijtgeraakt. We zouden een hele goede kroegquiz maken. Van welke maanlanding zijn de telemetrische gegevens bewaard gebleven? Telemetrica, dus allemaal zo bliep bliep, weet je wel. Houston, we got a problem. Maar die computers moeten die gegevens allemaal doorgeven. En die gegevens die zijn opgeslagen. Maar van welke maanlanding, van welke Apollo-missie, zijn de gegevens bewaard gebleven? Weet jij het antwoord? Nee, ik wel. Geen één. Leuk, hè? Ja, ik lach me kapot, maar ik ben vrij humoristisch van aard. Ik zie CO2 als een heel positief probleem. Oh, mooi zo. Iedereen van allemaal van die stront. Allemaal koeien stront, leven stront. Maakt niet uit wat voor stront. En een beetje kiezels erbij. En laten groeien die meuk. En hou op met die bomen. Dat vind ik wel hoor. Hier voor mijn deur staan dan twee bomen. Nou, we ze laten staan. Ja, doe de kersenbomen. Het groeit hier ook hoor. Kan je heerlijk zitten in de schaduw van de kersenboom. Krentenboom. Heel Arnhem groen. Allemaal bloembakken buiten. Met van die pepermeuk erin. Jalapeña. Allemaal CO2 opslag. Ja, bruidsluier. Een bruidsluier heeft niet veel nodig. Hè? Als een plant die kan in hele arme grond. Ongelooflijk groeien. Ja, het wordt een mooie boel. Als we het goed voor elkaar weten te krijgen. En de andere optie is dat we ons blauw gaan betalen aan koolstofdioxidebestrijding. Omdat wij niet bereid waren om ons terrein groen te maken. Om te beginnen met de steden. Het geeft een verandering van mentaliteit. Snap je? En als we dat geleerd hebben, hier in de steden, dan trekken we naar buiten. En dan maken wij
veel meer CO2-opslag. Dan maken we bossen in de Gobi-woestijn. Want dat kan ook. Wij kunnen dat. Wij hebben dat vermogen. En daarvoor moet het groen worden. Niet leuk of zo wat ik zeg. Maar wel. Iedereen kan erover nadenken hoor. In de Spijkerbuurt al die auto's eruit. Al die parkeerplaatsen, al die keien eruit. Waterpartijen erin voor de muggen. Als je in Arnhem een kuil graaft, je zit zo vol met water hoor. En een visjes erin. Waarom niet? Hier in Arnhemmers, en nou die Arnhemse beek, en hebben een stelletje Arnhemmers, die hebben daar vorig jaar hebben ze een stelletje goudvissen in losgelaten. En dat mag dan niet van de gemeente. Nee, want een goudvis is CO2-opslag. Lekker man, maar. Je kan vanuit mijn huis gezien, en dan keek ik in de Prins Hendrikstraat. Dan kan je, als al die auto's weg zijn, en dan een paar bomen eruit. Een nest plaatsen voor vogeltjes, die kan je overal creëren, hoor. Wat ik zei, een bruisluier. Vogeltjes vinden dat heerlijk, hè, een bruisluier. Een neukpartijen, man. Die bomen in principe weg. In een stad horen geen bomen. Dat is belachelijk. Een enkele boom, niet allemaal. Al die auto's weg, sommige bomen weg, alle stoeptegels eruit, sluip door, kruip door. Een beetje rekening houden dat iemand met een rollator, dat hij er ook doorheen kan. En meer heb je niet nodig. Het asfalt er allemaal uit. Gaat er weer. En als je door de Arnhem heeft een doorstroomgebied, hè, qua verkeer. Dat hoort niet. Dus de pleiroute is er. En dus alles wat uit het zuiden komt, ja, dat gaat maar over de pleiroute. Klaar. Weg met die laan. Wij moeten Arnhem groen maken. Arnhem. De groenste. Allemaal jalapeno peper, tomaten, courgettes. En onze stront, die kunnen we halen bij burgers. Een burgerszoo. Dus je daar naartoe gaat met een paar emmers. Dan krijg je stront, dan kan je kiezen wat je wil. Levenstront, koeienstront. Olifantenstront. Je hebt massa's met stroom, man.
En dat werkt als een tierenlier. Is alles groen. Dus al die mensen die komen hier naar Arnhem, de burgers zoe. En die betalen zich blauw. En wij krijgen die stront gratis. En Arnhem groen. Helemaal groen. Ook met kikkers. Ik dank jullie wel voor het luisteren. Het is een tamelijk onmogelijk verhaal, hè? Maar dan nog vind ik het leuk dat ik het uitgesproken heb. Joehoe. En op zijn hamburgers, echt heel serieus, zag ik tjus en dag lieverds.